Wat is de opzet? De opzet is dat wij in de binnenstad van Almelo meer reuring krijgen. Dat de winkels gevuld worden, leegstand opgeheven wordt. Binnenstad aantrekkelijker wordt. En daardoor meer publiek de binnenstad naartoe halen. Hoe is de animo? Tot nu toe gaat het goed. Ik denk dat we 9 of 10 serieuze mensen hebben die een mooi plan en idee hebben. Dat wordt beoordeeld. We hebben een aantal winkels geselecteerd waarvan de verhuurders mee willen werken. En dat proberen we te matchen. En dat die mensen hun nieuwe winkel, hun plan daar kunnen verwezenlijken. En daardoor ons doel, een aantrekkelijke binnenstad, waar kunnen maken. Doet de gemeente ook een beetje mee? De gemeente ondersteunt ons, de provincie ondersteunt ons. We hebben een ondersteuning door credits, Almelo promotie die ondersteunt ons. Aantal mensen uit het bestuur die dit belangeloos doen. En samen proberen we de binnenstad op te stuwen. Krijgen we andere soort winkels? Andere plannen, nieuwe plannen, nieuwe ideeën, ideeën die er nog niet zijn. Vernieuwing. Door vernieuwing komen mensen naar de binnenstad toe. En niet, de stichting gaat vooral niet uit van zoeken naar ketens of dat soort clubs. Proberen mensen die een idee hebben, een droom hebben, die proberen we naar de binnenstad te halen. Dus niet de zoveelste spijkerbroekenzaak? Nee, nee. Ja, dat kan misschien wel, maar misschien een creatieve spijkerbroekenzaak. Anders dan anders in ieder geval. Daar proberen we op te sturen. Hoe zit het financieel met voor die mensen? De huren van winkels die zijn de laatste jaren allemaal al naar beneden heen gegaan. We hebben een aantal winkels geselecteerd qua oppervlakte. Van klein naar midden naar groot. Daar hoort een huurgetal bij. Wat het vroeger was, dat is onderhand allemaal door de markt bijgesteld. En die huren die zijn wat dat betreft heel schappelijk. Dat proberen we te matchen aan het plan en het idee wat de mensen hebben. En door op die manier gezonde exploitatie te bedenken. Ik hoor een bedrag van 3000 euro voor een klein winkeltje, klopt dat? Nee, dat klopt niet. De goedkoopste winkel die men zou kunnen huren, die zit rond de 700, 800 euro in de maand. Dus voor sommigen wel te doen. Voor sommigen is dat te doen. Ik denk voor heel veel wel. Alleen dat proberen we nu bekend te maken. En dat we op die manier de mensen naar ons toe kunnen krijgen. In gesprek gaan. En zoals nou vanavond tot een aantal goede mensen of kandidaten gaat die zich gemeld hebben. Lichten jullie de mensen nog helemaal door of niet? Ja, we proberen wel zoveel als mogelijk te doen. Alleen tot een bepaalde mate. Het is ook vaak een gevoelskwestie.